kunst is op reis gaan. Kunst is steeds keuzes maken bij, om tot een bepaalde kern te komen. Voor mij dan. Dat is voor mij de essentie. Ik ben Utrecht Schoffie. Ik ben geboren in Oudwijk in Utrecht. En echt de achterbuurt. Toen ik 13 was, middelbare school. En daar kwam ik in aanraking met kunst en met mensen die kunst maakten. Nu heb ik het allemaal uitgestald. Maar je moet het ook soms zet ik het ook allemaal met het beeld tegen de muur, dat ik het gewoon niet wil zien. Dat leidt ook af. En later ben ik naar het Grafisch Lyceum geweest. En dat had ik nooit moeten doen. Dat was niet de plek, want daarna ben ik in de reclame terechtgekomen. Ja, en toen heb ik heel lang de kunst vaarwel gezegd. En later, in 1989, ben ik weer begonnen. Had ik een burn-out gehad in de reclame als studiochef. En toen ben ik weer geschilderd bij de kaderateliers. En daar heb ik weer mensen ontmoet die me erg inspireerden. Peke Hofman. Hier, dit zijn allemaal plaatjes en dingen die ik opgeplakt heb. Maar dat zijn al dingen in mijn leven, weet je. Een paar helden ertussen. Willem de Koning. Karel Appel, dat is. Francis Bacon. En toen ben ik heel veel kunstbeurzen gaan doen. Bij Gert-Jan van Duinkerken. Die organiseerde hele goede beurzen. Met hele goede mensen. En toen maakte ik figuratief werk. En ik heb een paar jaar lang als een dolle verkocht. Heel veel gedaan. En toen ben ik op mijn 51ste ben ik naar de kunstacademie gegaan. En toen ben ik gestopt met figuratief werk. En ook met exposeren. En dat was een moment van ommekeer. En toen ben ik heel veel onderzoek gaan doen. En heel veel wegen ingeslagen. Want kunst is een soort reis. Je gaat linksaf, denk je, nee, toch maar niet. Toch maar weer rechtdoor. En dan weer een afslag nemen. En dan uiteindelijk maak je heel veel dingen die nodig zijn om ergens te komen voor je gevoel. Dat je iets maakt met een beeldtaal die een beetje kern heeft. En dat heb ik nu. Ik heb nu het gevoel van, nou, dit wat er nu staat, dat ben ik. Dit is het laatste werk dat zie je dan. Dit is een reeks van 9. Plaatje is niet zo belangrijk. Techniek is altijd een middel en meer niets. Het moet gaan om het verhaal. Wat wil je vertellen? Een vriend van mij zei laatst, zeg maar, ik heb een hekel aan vrolijke muziek. En dat heb ik ook, een bloedhekel aan vrolijke muziek. Kunst moet schuren, kunst moet choqueren. Dat moet iets met je doen. En er moet heel veel ruimte overblijven als je naar kunst kijkt, dat je het zelf in kan vullen. Het moet niet helemaal vol zitten. Er moet ruimte voor de kijker overblijven om ermee weg te gaan. Om zijn eigen verhaal te maken. Het moet een sfeer hebben. Er zijn twee dingen die ik doe. Dat is op doek en op papier. En deze dingen is met krijt en acrylverf. Dat zijn iets van de laatste 2 jaar. Dat kwam er ook ineens uit. Dat zijn toch. Er is nu een handschrift waarmee ik toch een,
het gevoel wat ik wil uiten, dat lukt daarin. En ik heb ook wel het gevoel dat ik ergens bij een kern uitkom. Ik ben bezig met het verval in de natuur, dingen die voorbij gaan, maar ook in het gewone leven, ouder worden. En mensen als Guy Tombly en Michael Thatcher en de Gutai-beweging, dat zijn mensen die mij heel erg inspireren en waar ik heel veel uitgehaald heb en gebruikt heb om mijn eigen ding, mijn eigen beeldtaal te maken.